Welkom bij Leeuwarden Actueel van woensdag 25 augustus 2010. Morgen opent burgemeester Kroonen met een gongslag de internationale beurs in Amsterdam. Deze gongslag is al een eeuwenoude traditie als start zijn van de handel. De burgemeester gaat daarna een verklaring afleggen waarin hij een oproep doet voor stimulering van het beleid voor duurzame energie- en watertechnologie. De gemeente Leeuwarden wil uitgroeien tot een economisch sterke en duurzame stad en wil zich vooral profileren op het gebied van watertechnologie. Juist in deze tijd van krimp en bezuiniging wil Kroonen een oproep doen om te blijven investeren in duurzame energie. DJ K. Wilder uit Leeuwarden is naar Afghanistan vertrokken om op te treden voor de troepen die daar nog aanwezig zijn. Komende zaterdag wordt op Kandahar Airfield Holland Day gehouden en het optreden aldaar is bedoeld om geld in te zamelen voor een militair revalidatiecentrum in Doorn. Wilder was onlangs nog te horen en te zien op de Dance Tour in Leeuwarden. Binnenkort gaat Cambuur 2499 certificaten van 1000 euro uitgeven. Het is een idee van advocaatmeester Pieter Tuinman, voorzitter van de stichting Beheer SC Cambuur. Op deze manier kan iemand eigendomsrecht in de club krijgen en kan Cambuur geld binnenhalen. Voor de certificaathouders worden 2 zetels in het stichtingsbestuur beschikbaar gesteld. Mercurius had een gesprek met de heer Tuinman. Wat is precies het doel van dit certificaat en wat krijgen de mensen ervoor terug? Nou, door zo'n certificaat word je in economische zin mede-eigenaar van Cambuur. En als je 1 certificaat hebt, is duidelijk dat dat voor een heel klein stukje is. Heb je ze allemaal, dan ben je eigenlijk eigenaar van Cambuur geworden. Nou, dat zal denk ik niet gebeuren dat er 1 opstaat en zegt, doe mij ze maar allemaal. Dat verwacht ik niet. Maar zeg maar, dat is wel de bandbreedte tussen 1 met een heel klein, dan ben je, heb je een heel klein deeltje, ben je mede-eigenaar. Of alles en dan ben je in 1 keer eigenlijk eigenaar. Ja, want hoeveel certificaten worden er precies uitgegeven? 2499. Nou, er moet wel een hele rijke Leeuwarder op staan om ze allemaal te kopen. Maar het gevaar schuilt natuurlijk erin. Nou, ik beschouw dat niet als een gevaar. Nee, zeker niet. Ja, het is dus geld genereren, want hoe staat Cambuur er financieel voor? Nou, de positie van Cambuur is niet riant. Laat ik het zo zeggen. En daarom is het ook goed dat we proberen daar een kleine 2,5 miljoen in te investeren. Zodat die positie zeg maar, zich normaliseert en er mogelijkheden zijn om stappen te zetten. Houders van een certificaat, gaan jullie daar nog speciale dingen voor organiseren? VIP-plaatsen of noem maar op. Dat is wat mij betreft helemaal niet de bedoeling. Je wordt mede-eigenaar, maar dat betekent niet dat je opeens alle mede-eigenaars een eigen tribune of zo krijgen. Nee, zeker niet. Het is een op zichzelf staande positie. Je krijgt een speld, dus je kunt op een of andere manier zichtbaar maken dat je dat bent. En er komt een vermelding van de certificaathouders in het stadion. En daar houdt het verder mee op. Ook Henk van der Borg uit Leeuwarden heeft een plan ontwikkeld om Cambuur financieel te ondersteunen. Mercurius vroeg hem om nadere uitleg. Cambuur gaat certificaten uitreiken, €1000 het stuk. En ik geloof dat jij ook een soortgelijk plan had. Ja, ik heb een plan, daar loop ik al 3 maanden mee met de leuren. En dat is een plan, ook bijna hetzelfde plan wat hun doen uiteindelijk. Alleen het is voor mij wat laagdrempelig. Het gaat geld, ik probeer geld te genereren voor het nieuwe stadion. Een stadion voor 35.000 toeschouwers, dat heb ik bijna klaar. En ik heb wat contact met grote assurantiekantoren. En daar ben ik bezig, maar ik wil wel even vertellen dus hoe het werkt bij mij. Dus het is... Nou gaat het om certificaten, wat €1000 het stuk, maar daar krijg je niet veel voor terug. Hoe had jij het dan in gedachten? Nou, ik heb een soort spaarsysteem heb ik bedacht. Dat betekent dat alle 10.000 supporters, inclusief sponsors, die betalen dus, of die sparen dus elke maand 16 euro'tjes. Het tweede jaar 20 euro's en het derde jaar 22 enzovoort enzovoort. Dan kan ik genereren dus een 10 miljoen plus rente van een hele grote verzekermaatschappij.
Plus, ik heb heel veel contacten dus nu met een hele grote bouwer. Die wil dan ook een 10 miljoen genereren uiteindelijk. Ja. En dat is mijn plan. Het is gewoon een klein spaarsysteem. Maar dat betekent dus ook, ja, dat is de kloof voor mij. Als men 4 jaar spaart, dan krijgt men ook 4 jaar een gratis plaats in het nieuwe stadion. Let wel, van 35.000 toeschouwers. Dat is dus niet zo'n stadiontje dus wat men van Cambuur wil, van 15.000. Het is 35.000 gulden. En binnenkort is het ook op Mercurius. Ik heb het allemaal uitgelegd uiteindelijk. En dan kun je het bekijken uiteindelijk. Maar goed, het plan van certificaat, dat is, ja, dat is een ander soort systeem. Maar dus als ik goed begrijp, dan levert jouw certificaten wel wat op. Ben je er al mee naar Cambuur geweest? Ik heb nog steeds een stadionverbod. Dus ik ben een klein boefje. Ondanks het stadionverbod, Henk, toch met Cambuur bezig? Waarom toch? Nou, het is natuurlijk altijd je clubje uiteindelijk en ik ben altijd positief. En dat ik bij Heerenveen zit of bij Emmen en Groningen, dat hebben ze me dan kwalijk genomen. En ik heb ook dus bij de oprichting, toen men in problemen gehad, heb ik dus met Slijver heel veel contact gehad. Dus het is nog een beetje flauw uiteindelijk. Maar goed, ik doe dat van Cambuur en men moet het maar bekijken. En dit plan is echt een sociaal plan. Dus die certificaat, nou ja, goed, moet ik goed horen. Ik heb de Leeuw de Krant even gelezen, dus... Ik kreeg er rode oortjes van uiteindelijk en men krijgt dus helemaal niks terug. Maar ja, goed, laat maar het aan. Men doet het best en Pieter Tuinman wens ik veel succes. Dit was Leeuwarden Actueel van woensdag 25 augustus 2010. Tot ziens.